Ja, daar stond deze auto. Nou ja, we vonden het alle twee, mijn vrouw en ik, in ieder geval een mooie auto. Navraag gedaan. Ja. En zie daar, een nieuwe auto. Helemaal super blij mee. Echt. Jij bent ook blij, hè? Ja. Kijk, nou, kort en krachtig. Ja. Dat was het. Nou, we komen daar even op terug als we even hier binnenboord hebben. Of als we even hier in ieder geval vlak in de buurt zijn. Dus, komt goed. Ik zie je straks in ieder geval. Zo, volgens mij zie ik daar iemand dansen en springen. Kijk. Doe even voor me, Fabienne. Ja, dat gaat niet. Ik moet even kijken hoor, we gingen hier over. Oh, daar. Zie je die deur? Cool, hè? Ja, toen hadden we zo even zien. Hallo Evi. Hallo. Heb je er zin in? Ja. Hoeveel? Zoveel als de sterren. Zoveel als de sterren. Of er was keiveel, want de sterren zijn kei eigenlijk, hè? Ja, ze zijn ontelbaar. Ja, ontelbaar. Ja, veel. Veel. Heel vaak aan EVO's. Ja. Hier is ook een stalletje. Niet? We zijn geen stelletje, we zijn gewoon sussies. Dan willen ze allemaal ik heb gezegd dat ik nooit mee wil doen. Nee. Ja, nooit. Hier, mijn papa, jij zegt gewoon heel erg van, het zijn ook maar stelletjes, hè? Maar we zijn helemaal geen stelletje. Nee. Dat zeg je ook niet. Jawel, jij zegt het zijn maar stelletjes ook, hè? Ik ben geen lesbie. Ik ook niet. Ja. Mama. Ja. Papa vindt me gewoon lesbie. Hallo, ho, Merry Christmas! We kijken mensen die lesbisch misschien wel, hè? Geen haat tegen lesbische mensen. Nee. Behalve die we niet mogen. Ja. Behalve die we niet mogen. Ja. Het is waar, hè? Sorry. Ik zet hem nog eens keihard. Ja. Verdomme! Mijn telefoon. Ja, echt. Hé, dat zijn wij later ook over de toekomstauto. Wat is dat van die? Kijk, veel de voorkant. Huh? Wat is dat, hè? Het is gewoon zo'n toetertautootje. Het is net vies met een muts op. Is niet goed, het heeft de winter in zijn mayonaise. Mayonaise! Dikke vind ik lekker. Dikke vette klodder. Jongen, ik kan de hele dag maar naar luisteren. Ik ook. Hoor je een keer? Hoor je een keer in een glijbaan waar we niet mee glijden? Mayonaise! Nee. Dikke vette klodder. Nee, heb je de hele dag over, hoor je opeens in je slaap? Mayonaise! Ik word in één keer keihard wakker van het geschreeuw van Fabienne. Mayonaise! Dikke vet kloller. Vind ik lekker. En we hebben gisteren... Hé, daar is hij weer. En gisteren hebben we iets met mayonaise gegeten. Mayonaise! Vind ik lekker. Dikke vette klodder. Doei. Mijn account is geparkeerd. Goed, laten we jou maar ook niet meer aanmelden bij The Voice. Dat was ik sowieso niet van plan. Ah, dat is top. Wil je mij tussen een account zoeken voor uit, hè? Ja. Moeten zijn, of en ze had nog keiveel volgers en likes. Ja joh, andere kant. Ik heb fietspad. Ja. Fietspad. Ja, maar dan kan ze ook verwijderen, want het is ook... Zijn ze toch op een of andere manier gekomen dat ik geen 13 ben, maar ik ben toch 13, dus ja. Of iemand heeft haar zelf geblokkeerd. Waarschijnlijk de ene die, waarvan jij keihard de naam roept, hè. Maar hij was deprimant of zoiets, weet ik niet zeg. Je account is definitief geblokkeerd. Nee. Permanent. Oh ja, dat heb ik ook. Ik zie het. Jogging spoelt ook nog aan. God, normaal. Die mensen wachten om je, denk ik. Ja, ik denk het. Hij gaat fietsen naar de winter toe. En ook daar tegenover. Hi. Die achterste. Loopt gewoon met lange kleren aan.
Ja. Is niet goed. Papa loopt ook gewoon. Die hebben al een kleurtje. Papa. Kijk nou maar in de camera. Tiet, tiet. Hé, hij is weer jou. Film ze. Oh, ik net ook al gedaan. Och, hoe heet die dingen nou? Van Toet-toet. Of Tuk-tuk. Nee, met Romana op de scooter. Zo, daar lijkt hem wel op. Van die tokkies. Oh, mama, lach ik altijd zo grappig, hè? Ja, nou, die mayonaise dan. Ja, die is heel erg. Lelijk kind. Ook van Fabienne. Nee, die ene. Nee, hier, Jumpsquare, Fabienne. Nee. Fabienne? Fabienne. Zo, dat klinkt raar. Oh, nou, maar hier is. Mamma mia. Mayonaise! Zie je wel dat ik ben? Vink lek. Dikke vette klodders. Hey, politie! Politie! Mag ik een handtekening? Kijk! Hey. Oh, ja. Oh my god! Oh, zeg eens je eigen naam. Fabienne. Klinkt raar, hè? Ja. Donkey Town. Monkey Town. Donkey Town. Donkey Town. Ik zei dat als heel laat. Voor jou! Ziek! Was zij nou ziek? Ziek. Ja. Zit, dan mag je niet meer naar binnen. Ik ben ziek. Nou, ik zou het toch niet willen. Ik doe het altijd, hè. Dan ga ik iets leuks en dan word ik precies die dag ziek. Ja, op mijn verjaardag ook. Ik werd ziek op mijn verjaardag. En precies op mijn vijfde verjaardag of zo, weet ik veel. Ik werd precies ziek. En ik kwam daar allemaal heel zo doen. We zijn. Hoe? Ik kan dat niet. Nee, nee. Met de. Zo, stopteken. Nou, we zijn gearriveerd bij het inzien op de bad. Is hij op slot? Hij is nog niet op slot. Ik zal hem even. Andere trap, dames. Hallo. We zijn aangekomen bij het inzien op de bad in Eindhoven, waar we lekker gaan poedelen. Beetje zwemmen. Poedelen. Wat zeg je nou? Hier moet je hem denk ik laag houden, want er zijn heel veel mensen, net zoals Tanika ook al zei. Nee, ik ga hem niet laag houden. Ik ga hem gewoon op mij houden, of op ons houden. Hij zit toch uit veel om zichzelf van hier. Is hij nog niet? Nou, we gaan kijken hoe we dit gaan beleven. We mogen er niet binnen, we mogen pas om 2 uur, tijdsblokken, corona. Dus we moeten even wachten. Nou, dames en heren, we zijn in het zwembad. We gaan nu omkleden, of tenminste, we gaan omkleden, zo alleen maar kleren uit te trekken. En dan gaan we lekker badderen. Dames staan hier al. Dus we gaan zo badderen. Ik ga dat natuurlijk niet met deze kamer doen, ik ga met de andere kamer doen. Dus komt goed. We gaan in ieder geval het zwembad in. Lekker badderen. Doei! Zo, lieve mensen, zijn we dan in het bad. De tongreed. Natuurlijk een klein beetje opletten met wat ik doe. Maar kijk eens mensen, kijk. Zo'n badje, kleibaantje. Lekker weer, ideaal. Nou, de dames gaan meteen van de kleibaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt. Ah, het ziet er wel leuk uit. Het ziet er leuk uit. Lekkere lichtweide. Hebben ze ook nog. Ze kunnen een beetje bruin worden. Ah, het is ook toevallig erg lekker weer. Erg goed weer. Om hier te zijn. Kijk, kleibaan. Eén snelle, één met een kronkel erin. Maar ze mogen maar één terug. Ik denk dat ik beter de andere kant kan lopen. Hoppakee. Hier onderdoor. Dan heb ik waarschijnlijk meer zicht
op de baan die ze willen gaan gebruiken. Ja, ben je net te laat. Wil, net te laat. Opnieuw. Opnieuw. Ja, we moeten even opnieuw, hè. Want ze komen met z'n drieën naar beneden, maar ik was te laat. Ik was te laat. Wat hard, jongen. Hè? Gaat hard. Ja. Oh, die gaat hard, jongen. Maar wel lekker. Ja, goed zo. Ik ging daar zo naar voren. Ik ging als eerste naar beneden. Ja, daarna ik. Maar ik ging daarna ik. Ik stond eerst aan de andere kant. Maar nu kan ik beter kijken. Nou, dus gaan we even naar boven toe. Even daar zo. Nou, even wachten dat ze boven zijn natuurlijk, want ja, het duurt eventjes. Maar goed, ik ga daar natuurlijk zelf ook even proberen. En ik heb mijn telefoon meegenomen. Ik kan op principe wel tegen water, alleen er zit een kleine beschadiging op. Dus ik vertrouw dat niet. Dus dat gaan we niet doen. Nou, ik ga vast naar boven filmen. Ja, ben je klaar? Ik tel af. 3, 2, 1, go! Fabienne, wil je niet met GoPro doen? Ja, maar hallo. Hi, schatje. Dat is fris. Ik ging op een duur, ging zo liggen, want ik kon weggaan. En toen viel ik zo op mijn kont. Ja, ik wou het ding ook gewoon zitten. En toen viel ik op mijn kont, en toen heb ik mijn hele broekje tussen mijn reet. Maar hij gaat echt hard. Hij gaat echt hard. We gaan nu van die. Ja, we gaan van die. Oh, je gaat nog een keer draaien. Ja. Oké. Ga jij filmen deze keer? Moet ik filmen? Ja, ja. Oké. Ik durf dat niet. Ik ook niet, maar ja. Wow. Ik was al weggegaan. En ik was zo bukken, want ik ben bang dat dat ding tegen me zit. Ja, maar nu, ik ben nu bang voor deze. Ja, kom. Maar deze gaat volgens mij niet zo hard. Deze gaat helemaal niet zo hard. Oh, wat? Nu ja. Ja. Ja! Oh, mama komt er ook aan. Ga jij filmen? Ik ga nog een keer filmen. Ja. Oh my god! Ja. Maar we moeten er even uit. Waarom? Ja, weet je dit? Oh, jij moet er... Ja, wacht even. Jij moet de eerste dan moet je even overpakken. Waar gaat ze vanaf dan? Oh, daar. Maar hoe wil je filmen dan? Zo. Ga je zo filmen? Nee, maar zo. Ja, ik ga. Oh. Oh. Papa. Ja. Oké, okay, wacht. Jij moet ook filmen. Jij hebt gefilmd. Ja, we moesten dit in één keer uit. Ja, dat moet zo. Van deze dingen. Ja. Maar zij, waar is het? 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 Wa
even die af, ja? Nee. Met de GoPro. Oké. Zullen we naar baby pakken? Ja, man, echt. Nee, kom, ga mee. Ga jij deze keer filmen? Hoezo kan ik beter filmen? Oh, het is koud! Oh. Ik heb wel veel gele. Ja? Ja. Oké. Okay. Drie. Oh nee. Vijf zeden. Kijk, drie. Twee. Eén. Go. Oh, lekker man. Oh, Lise. Gaan we even kijken? Oh. Nee, hij komt niet. Huh? Hij komt niet. Zullen we om die af weer? Of van welke gaan we af? Of gaan we nu even naar binnen? Oh, ja. Mama ging even op een bedje met haar. Ja. En... Zullen we gewoon wat shots in de water doen? Ja, dat kan eigenlijk ook wel. Maar ik weet niet waar Rick is. Ja, doen we. Zet voor de camera onder die jasje bed eruit, hoor. Zo. Oh, en die gaat zinken bedoel ik. Dat is de bedoeling ook. Kom. Ja, en dan vooral dat je stil. Zeg je maar, ik ga niet. Ik deel op een van. Ja, wat ben jij? Laat je maar alleen achter, of wat? Nee, maar ik ga wel. Maar in één keer ben je kost aan of zo. Ik weet dat wel. Oh, dat is raar. Ja. Maar niet gewoon, we gaan nu naar binnen. Dus ja. Oh, daar ligt Jullie. Daar ligt mama. Daar ligt mama. Welkom, mama. Ja, oh, ik denk zo, dus ja, dan... Oké. Mama, wij gaan weer even naar binnen toe. Oké, ja, nu niet meer. Wij gaan even binnen, even drone GoPro dingen maken onder water. Oh, dat is goed. Wauw, hier binnen. Ja. En waar hebben jullie eerst even snel? Daar, bij de tafel. Oh, even daar laten. Ja. Kom, Nick, eens kijk, dat is voor jou. We gaan wel naar achter, denk ik, niet? Ja. Oké, we gaan eerst even de camera neerzetten. We mogen alleen niet duiken zijn. Nee, maar we mogen de klap inspringen. Oké. Wow! Ik kan dat hier, want hier heb je precies een nee, maar ja. Ja, dat kan. Oh, het is lekker warm nou alleen. Oh, het is lekker warm als je nou in één keer naar binnen gaat. Hé, hey, wat is daar? Buiten koud? Ja, buiten is echt heel koud. Maar als je nu eenmaal in hebt gegeven, dan is het wel fijn. Koud. Kom. Kun je niet filmen? Ja, omdat ik niet kan staan. Nee, niet luiden! Niet luiden! Help! Hallo! Wacht, hè? Ik ga even de warmte kloppen. Ja, ik moet uitkijken maar onder water met de lenzen. Ja, maar ik moet onder water. Ik ga onder water. Ze moet even filmen.
Oké, zie. Oh. Als je van de zijkant af doet, dan mag je alleen maar springen. Je mag niet van de zijkant duiken. Dat deed je net wel. Oh. Ja, het zei ze van niet meer doen. Ik zei, nee, is goed. Nou, dat zei ik niet, want het was afstand. Ze zijn wel een beetje streng, want ze zeggen altijd ook maar niet doen. Zeg niet van, wil je dat niet doen of zo, weet je wel. Of dat mag gewoon niet doen. Ja, maar je moet eens weten hoe vaak dat ze dan moeten waarschuwen. Met, hey, hallo, ik zou dat niet willen doen. 25 keer per dag, dan wordt het toch een beetje... Hey, even een vraagje. Oh, er zat een valletje tussen. Je mensen. Hey, even vragen. Kunnen we misschien een of andere challenge verzinnen voor jullie? Ja. En dat is... Wie bijvoorbeeld het langs onder water kan blijven zo? Voor jullie. Wat? Hè? Een challenge. Oh, wat? Wie langs onder water kan blijven? Ja, maar niet hier. Wat is jullie challenge? Wie langs onder water kan blijven? Nee. Zo. Ja, nee. Ik ken jou. Ja, want nee, maar ik ga wel gewoon. Ik ga niet vals spelen, want papa is gewoon in de gaten. Goh. Ik bleef boven. Alleen je moet wel zo doen dat dat moet je bij de muur doen. En dan kan ik jullie onder water filmen. Als, nou, als je hier gaat doen, dan... Ik wil wel mijn oren boven water houden, want anders... Ja, dat kan niet. Nee, dat mag wel niet. Zo. Nee, dat mag niet. Ben je doppeltje vergeten? Ja. Ik heb het ook. Oké, dan niet, hè. Kom, met doen het gewoon. Ja, even naar de muur. Daar ben je naar de muur. Hallo, gast. Ah. Nee, ben je niet meer doen? Ben je niet meer doen? Ja, en bedankt. Nou. Oh. Oké, dan tel ik af. Ja, en ik kan op de, ik hou dat bij de camera een beetje bij op tijd. Ja. Dus dan ga ik zo meteen tellen. Nou, 5 jaar later. En dan uit. Ja, komt ie. 3, 2, 1, go. Ik snap op een gegeven moment. Ja, maar ik kon nog wel langer, maar ik hoorde jou dat jij al boven water was gezet. Ja. Ja, ja. Oh, dus ik kon nog langer? Jemig. Oké, nog een keer. Echt een zeemeermin. Ja, maar ik deed elke keer een wedstrijdje met Dirk en Amber. En we dachten dat ik wel spoelde, maar ik kon nog op de water kon blijven. Ja. Maar je moet echt gewoon heel ontspannen doen. Als je heel, heel gespannen onder water gaat, dan hou je die zo lang vol. Als je gewoon heel ontspannen bent. En je adem, of je adem controleert, zeg maar, dan kun je heel lang onder water blijven. Maar ben je echt een marshmallow? Waar ben je? Een pakje marshmallow. Waar een marshmallow? Ja, een pakje marshmallow. Oh. Maar nog iets anders? Nog iets leuks? Nee, dat wou ik nog een keer doen, hè? Nog een keer? Je wou een rematch? Ja. Oké. Okay. Nee, wacht. Fabienne, dan moet je wel klaar zijn, hè, dan. Ja, dat kan ik zo af, hè. 3, 2, 1, go! Nou. Wacht niet thuis, wacht niet thuis. Wacht. 3, 2, 1, go! Super.
kijken hoe lang ik onder water kan blijven. Wil jullie mee laten filmen als ik onder water ben? Ja, maar ik wil even kijken hoe lang ik onder water kan blijven. Maar die golven, die kwamen iedere keer door mijn ogen eerder. Het enige is alleen dat ik niet onder water, ik moet met de ogen dicht doen. Dus, swipe to unlock. Ja. Ja, dat is om de beeldscherm. Dat is om het beeldscherm te. last van. Nee, last van. Ik kom boven water. Ja, bijna, maar niet heus. Ja, nee, hier is het ondiep voor handstand. Dan moet je naar daar gaan, het volgende bad, daar kun je handstand doen. Daarom moet ik
lachen. Ah, het is wel leuk om lekker te zwemmen. Dan lekker weer met de camera. Fabienne! Fabienne! Oh, ik kan ook staan! Ik kan ook staan! Hey, oh wacht, oh wacht! Oh wacht! Hallo! Ja, ik probeer ook zoveel mogelijk naar de muur en zo weinig mogelijk het bad in. Ja, is dat zo, ja? Ja, maar een paar foto's en dan kijk je mij. Oké. Oké, sorry dames en heren, maar mogen we niet gaan filmen? Privacy zeggen ze dan. We proberen zoveel mogelijk bij de muur. Maar blijkbaar zijn er toch een mensen die er iets van vinden. Helaas, foto's, film. We willen dat zien. Ja. Hallo. Het ziet er echt wel uit. Hier, dat plekje hier zo. Dat heb ik graag. Ja. Doe jij niet beter. Morgen middag alle beenvoorsprekers. Zo, nou, dit was een middagje. Op een bad. Auw. Naar buiten. Ja. Afgelopen, dus de kast staat gesloten. Ja. Moet je weer terugkomen. Wanneer moet je terugkomen? Juist morgen. Zo, nogmaals, was een dagje Ottenbad. En zie je Ottenbad. Ja, op zich een leuk zwembad. Maar om daar een hele dag te zijn, Met kleine kinderen gaat het nog, want die hebben natuurlijk niet zo heel erg veel behoefte aan glijbaan en dat soort zaken. Maar met dat grut moet je er iets meer glijbaan hebben. Buitenbad was gelukkig open, het was mooi weer. Ze hadden op zich wel van kunnen genieten van de glijbanen die ze hadden. Ja, er waren maar twee glijbanen. Eén snelle en een gewoon normale glijbaan. Maar dat was het. Ik heb hier mijn broer aan nemen. Oh. Dus op zich voor zo even een middagje is niet verkeerd. Maar om bij dit bad een heel bad, een hele dag te zijn, dat wordt een lastig verhaal. Dus ik denk alles bij elkaar geef ik het een 6. Maar dat is meer voor het feit dat wij met zoiets zitten. Met de leeftijd. Deze leeftijd is daar eigenlijk te oud voor. Maar goed, nogmaals. Op zich hebben we ons goed kunnen vermaken. Er was niks mis mee. Waar heb jij mijn AirPods? Maar volgens mij in die... Ja, die heb je alleen, die heb je op je kop. Volgens mij in die gele tas. Maar het kan ook zijn dat die hier wel in die zwarte tas zit. Wat zwarte tas? Of die rode tas, die AirPods. Dus jij gaat gewoon rijden wel? Ja. Oké. Okay. Oh, dat denk ik op deze. Ik ben mijn AirPods alweer kwijt. Nee, die zitten ergens in de tas. Zit ergens in de tas. Niet in die mooie. Daar ook in. Ja, ik heb ze. Oh wacht, nee, ik zie hier. Kon het zijn, die had ze daarin gedaan. Die had ze ingedaan, sorry. Mijn fout. Wacht even, wacht. Zo dames, wat vonden we ervan? Leuk. Niet voor herhaling vatbaar, nee. Nee, dat heb ik min of meer ook al een beetje verteld, dat alleen, dit voor de leeftijd van ja, hun. Ja, dat hij nou wel niet. Dat de leeftijd van hun dit bad eigenlijk te saai is. Ik bedoel, voor eventjes is het leuk. Buiten is het wel leuk, maar binnen niet. Precies. Dus als je buiten gaat zwemmen in dit bad, en zoals gezegd met twee glijbanen en wat buiten werkt, dan is het leuk. Er is ook een lichtwei en zo. Dus als je een balletje meeneemt, dan kun je een beetje gaan lopen ballen. Leuk om uit te proberen. Maar
Ja, voor de rest qua ja, glijbanen en andere dingen voor. Nogmaals, nee, voor, voor dit soort meiden, deze leeftijd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, dat is nou, is het hem daar gewoon net niet. Is daar gewoon net niet. Dus, 27 euro voor een dubbelblad. Ja, precies. Ja, wat denk ik dat het nummer is? Oeh, kijk eens. Oeh, gave auto's. Mooie auto's. Maar goed, in ieder geval, dus we hebben dit geprobeerd. Voor ons was het dus eigenlijk net niet, dus we moeten op zoek naar een ander bad. Nou, we komen er nog wel een paar tegen. We willen eigenlijk naar Os, was druk bezet. We willen naar Den Bosch, Sportjan, was ook bezet. Nogmaals, op zich hebben we het goed naar de zin gehad. Voor de korte tijd die er die we zijn geweest. Maar voor een hele dag zou ik het niet aanraden om met de leeftijd van ja, tussen de 12 en 16 en hoger is gewoon niet te doen. Is gewoon niet te doen. Is te saai. Jammer, nooit. Geeft niet. Ze hebben plezier gehad. Nou ja, precies. Dat zeg ik nogmaals. Voor de korte tijd hebben ze plezier gehad. Dus als je er kort naartoe gaat, is het goed te doen. Maar je moet hier niet voor een hele dag proberen te plannen. Met hun. Als het maar mooi weer is, dan is het wel te doen. Ja, maar met hun is het dan wat saai. Dan vinden ze het op een gegeven moment niet meer leuk. Omdat ze, je hebt maar twee glijbanen. En dan is het dan. En voor de rest heb je weinig andere zaken. Dus, maar goed, dat geeft niet. We hebben het uitgeprobeerd. En sommigen doen het warm. Sorry? Sommigen doen het warm, dat ding in het midden. Welk ding in het midden? Dat Oh, die aparte bakjes. Ja. Oh, die lint. Ja. Ja, nee. Die aparte bakjes. Wij, nee. Dat, oh. Ja, binnen. Ja. Dat één dat je net van diepe gaat. Oh, dat schuine. Oh, dat is ja. Ja, ze hebben in het bad natuurlijk diverse niveaus. Van 50 centimeter naar 1 meter of zo, of 1,20 en dan naar 1,80 of zo. Dat loopt dan af, maar het loopt best wel in één keer schuin af. Dus de 1 meter naar 1,80 in één keer. Ja, de verhoging gaat in één keer vrij stijl, zeg maar. Vrij stijl naar beneden. Dus dat is wel een vervelende, maar goed. De afmeting hebben ze niet slim gemaakt, laat ik het zo zeggen. Nee. Je hebt 5 centimeter dat het nog 1 meter is en dan ga je in één keer 1,80. Ja. Ik had ook even gesproken met iemand van het bad daar over de oude tongelreep. Die ligt dan in het wijkgebied de Tongelen. Ja, dat gaat helemaal verdwijnen. Over een paar jaar, het wordt wel herbouwd, maar niet in een recreatiedoel zoals het eigenlijk nu was met glijbanen en helemaal mooi aangekleed. Het wordt een beetje een soort gemeentebad. Het wordt wel modern, zeg maar, met alle moderne stukken erin, maar het is eigenlijk gewoon een soort standaard recreatiebad wordt het. Ja. Daar kiest de gemeente voor, want kosten, daar gaat het eigenlijk om. De gemeente moet het onderhouden. En kosten van een modern golfslagbad met alle whirlpools en alle zaken erin. Ja, weet je, gaat de gemeente geld kosten. Dus gaan ze bezuinigen en dan wordt het een normaal bad. Oké, daar kun je voor kiezen. Dus, vanavond blijft Evie bij ons slapen. Ze wordt weer gezellig, denk ik. Oh ja, even, we moeten nog steeds een keer gaan plannen voor die challenge die we dan moeten doen. Hè? Ja. Kijk. Dus ja, vanavond gaat dat niet, helaas. We moeten vanavond naar de training. Dan zouden we die eventueel vanavond kunnen doen. Maar die gaan we nog wel even plannen. Of niet, Fabienne? Wat? Die challenge. En die proefchallenge die we nog hebben staan, die moeten we ook een keer uitvoeren. Dus, Zo dames en heren, fijn dat jullie nog hebben gekeken naar een wat verouderd filmpje, helaas. Het is gewoon druk. Ik heb in ieder geval het filmpje van het zwemmen gemonteerd. En daar hoop ik dat die alsnog goed aankomt, ondanks dat het dan zeg maar, een wat verouderd filmpje is.
Ja, ik probeer natuurlijk altijd zoveel mogelijk en zo snel mogelijk iets op de dingen te krijgen. Op YouTube te krijgen. Om jullie in ieder geval te voorzien van een leuk filmpje die we gedaan hebben. Maar helaas, harde werken. Ik moet natuurlijk ook iedere dag werken. Ik heb nog veel met sporten te doen. Dus ja, in de vakantieperiode is het natuurlijk weggevallen. Of in de coronaperiode hadden we natuurlijk minder sport. Mochten we niet gaan sporten. Moest je zelf gaan zijn, je mocht ook niet gaan stappen of iets dergelijks. Ja, dat heb je allemaal van dat soort dingen die dan, ja, heb je extra vrije tijd. En nu mag alles weer, dus nu gaan de normale zaken weer lopen. En dan blijft zo'n filmpje als deze blijft liggen. Ik heb er nog een aantal, ik heb er nog volgens mij nog 2 of 3 filmpjes liggen die ik nog moet gaan monteren. Top dat er nog wat in het vooruitzicht zit. Helaas, ja, we zijn een beetje, zeg maar, gedateerd. Maar goed. Ik wil dat jullie niet onthouden dat wij nog wat filmpjes hebben opgenomen. Dit was bij het Ingenieur Otterbad in Eindhoven, zoals jullie hebben kunnen zien. Nou goed, en ik had er ook een beetje een eindoordeeltje van gemaakt, omdat het voor de kinderen zoals Evie en Fabienne niet helemaal geschikt is. Of je moet er echt met van alles en nog wat zeg maar, met buiten gaan zitten, met eten en drinken erbij. En dat je er echt zo op die manier een dag van maakt, dan heb je nog enigszins. Ja, wat je ermee mee kan doen, maar ja, ik vond het, ja, vond het eigenlijk te weinig bieden voor de leeftijd van Fabienne en Evie. Dus dat was eigenlijk wel jammer. Het was fijn dat je maar ongeveer 1,5 uur, 2 uur daar mocht zijn. Dus dat was ook eigenlijk meer als genoeg. Maar ja, dat vond ik eigenlijk wel jammer. Kijk, als naar bijvoorbeeld het Sportion waren geweest of naar het golfslagbad in Os. Of iets dergelijks. Ja, daar kun je voor die kinderen iets, ja, dat kan iets meer. Met glijbanen, met golfslagbad, noem maar op, dat soort zaken. Dat wilden wij eigenlijk wel doen en die waren alleen maar volgeboekt.